Ja, we zaten bij elkaar in de klas. We leerden elkaar kennen tijdens de introductieweek. En dat klikte in ieder geval meteen al heel goed, puur op het vriendschappelijk niveau. Ik heb civiele techniek gestudeerd met afstudeerrichting watermanagement. Vooral de techniek, die trekt mij heel erg. Op de een of andere manier kreeg ik Gilbert en ik het voor elkaar om altijd constructeur-architect te zijn. Ja, de studie was sowieso natuurlijk leervol. Maar hij was ook leuk om te doen, leuke studenten. Zeker op de Hogeschool van Amsterdam heb ik zeker een hele leuke tijd gehad. Projecten gaan ook van redelijk eenvoudig in het begin tot in mijn tweede of derde jaar had ik een project wat je weer samen doet met bouwkunde en civiele techniek studenten. Puur om zo de samenwerking een beetje te leren kennen als het ware. Ik denk dat het ook leuk is aan de Hogeschool van Amsterdam. Dat er docenten zijn die ook in de praktijk werkzaam zijn. Waardoor je die koppeling hebt met de praktijk. Wat mij trok aan een studie civiele techniek is dat je tastbare dingen maakt. Op een gegeven moment maak je iets wat je ook echt daadwerkelijk ziet en wat bijdraagt in de maatschappij. Als je het hele bouwen leuk vindt, of je nou bij een aannemer wil werken, of een architect, of een constructeur, of een bouwkostendeskundige, ja, dan moet je gewoon die opleiding gaan doen. Ja. En ik denk dat het nog steeds gewoon een hele goede opleiding is.